Rini, het is ongeveer 10 minuten, kwartier na die finale. Is de teleurstelling een beetje gezakt? Nee, de teleurstelling is nog niet echt gezakt. Blijft nog steeds een beetje mixed feelings. Dus trots op het terugknokken bij een achterstand. Maar teleurstellingen niet het normale niveau halen gedurende de hele wedstrijd. En het laatste overheerst toch nog steeds. Zou je kunnen zeggen dat vandaag de doorslaggevende factor was voor jullie als team? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat als wij als team ons normale niveau halen en de tegenstander was even goed als ze nu waren, dan hadden wij gewoon gewonnen. Daar ben ik wel van overtuigd. Is het dan toch een beetje spanning van vandaag omdat jullie 1-1-wedstrijd moeten strijden om de landstitel? Nou, ik denk altijd dat de spanning zit op een finale, dus dat is sowieso. Of dat, ik denk niet dat het alleen zaligmakend is, maar dat wel het omgaan met spanning is wel een hele belangrijke factor. En misschien wel bepalend, dat vind ik wel lastig om dat te kunnen zeggen. Je begon met Felicia, was het nou een tactische set of was het meer omdat zij moest als eerste spelen? Nou, het was geen tactische set. We hebben het gehad in het team over wie er zou beginnen. En ze hadden er alle drie heel veel moeite mee om te beginnen. Er wilde eigenlijk niemand beginnen en Felicia die is opgestaan als jongste notabene in het team. En die heeft gezegd van joh, als niemand wil beginnen, dan begin ik wel. Ik wil het eigenlijk ook niet, maar ik ga het gewoon doen. En op zich heeft ze redelijk gespeeld. De eerste wedstrijd tegen Lode is altijd lastig. Want Lode meestal zijn eerste wedstrijden heel goed speelt. En hoe verder op de dag gaat hij, meestal gaat het niveau wat achteruit. Dat hebben we gewoon gezien op een aantal momenten. Dus zij heeft dan wel de pech dat ze hem net op zijn sterkste treft. En dan komen jullie terug en dan speelt Wisse tegen Lars Banning. Ik had gehoord dat het van jullie oogpunt een tactische keuze was om op te zetten tegen een verdediger. Ja, normaal is Wisse heel goed tegen verdediging. Beter als tegen aanvallers. En hij heeft de laatste twee keer één keer gewonnen, één keer verloren. En heel goed gespeeld tegen Lars. Dus op zich zat dat er gewoon in. Alleen nu kon hij het niet, hij kon het niet volhouden. Hij wint eigenlijk twee games heel dik. En hij verliest er dan uiteindelijk drie. Maar volgens mij wint hij een game met 4 en een game met 5. Dus als het dan een beetje lukt, dan slaat hij hem ook echt weg. Maar ja, als het niet lukt, dan verlies je hem. Dus ja, dan uiteindelijk verlies je toch gewoon met 3-2. Het gaat niet om punten, het gaat om games winnen. Ik heb ook een beetje het gevoel bewust dat hij iets te geforceerd aan het spelen was op een gegeven moment. Dat het te werd bij hem. Ja, dat is bij Wisse altijd wel een gevaar. Er komt spanning op en dan gaat hij forceren. En hij vindt het heel moeilijk om een heel consequent niveau neer te zetten. Hij is gewoon nog steeds wisselvallig. En dat blijft. En dat kon je nu ook duidelijk in zo'n partij kun je dat dan heel goed zien. In de laatste partij tegen Lode precies hetzelfde. Hij had wel een vijfde game, maar de vijfde game was hij volmaakt kansloos. Zou je kunnen aangeven in hoeverre de aanwezigheid van een scheidsrechter een rol gespeeld heeft vandaag? Absoluut geen rol. Heel tevreden over de scheidsrechters. We hebben geen gedonder gehad, geen service afgekeurd. Goed geleid, geen fouten gemaakt, geen randballen gemist. Ik denk dat het een hele sportieve wedstrijd was. We hebben de scheidsrechters eigenlijk niet gezien. En dat is perfect. Want ik denk dat als een scheidsrechter op de eerste rang zit, dan gaat er iets fout. En deze scheidsrechter hebben het fantastisch gedaan. Hoe kijk je terug op het seizoen van SKF 1, SKF 2 en de kampioenspoel? Nou, SKF 1 kijk ik een beetje wisselvallig mee terug, omdat we uiteindelijk het resultaat niet gehaald hebben. SKF 2 heeft een fantastisch seizoen gedraaid op het nippertje via de barrage. In de kampioenspoel terechtgekomen en dan derde van Nederland worden is perfect. Ook met een jong team. En het eerste was gewoon de doelstelling kampioen worden. Dat is niet gehaald. Dus dan kun je daar niet tevreden over zijn.